Ja, zeker 3 of 4 keer dat we eigenlijk het besluit hadden genomen om haar in te laten slapen. Ook toen we gingen kijken voor het eerst, ging hij tegen je opstijgen. Hij wil echt hij was gewoon echt hard bijten. Kijken naar een nieuwe video op het kanaal van Equitality in het wild. En ja, tijdens de vlogmas. Ja. Vandaag gaan we het met jullie hebben over warme zakjes. Lekker, wat is dat? We gaan het vandaag met jullie hebben over Stan en Yellow. Veel van jullie hebben namelijk gevraagd of we een keer alle paarden konden voorstellen en het verhaal erachter. Stan en Yellow zijn natuurlijk iets nieuwer en ook jonger. Dus er zit niet een heel diep verhaal achter. Nee, maar niet. We kunnen wel vertellen waar we ze vandaan hebben, waar ze zijn geboren en wat we met ze gaan doen. Ja, want ook een vraag die heel veel gesteld wordt door jullie is: welke paarden zijn dan van Iris, welke paarden zijn dan van Sanne? Nou, Sanne heeft nog geen paarden. Nog jawel, niet. Eentje. Ja, eentje. Maar dat is geen paard. Maar die doet wel mee in deze storytime. Ja. Nou, Stan is van mij en Yellow is van Iris. En Stan heb ik eigenlijk gekocht als gezelschap voor Yellow. Yellow gaat jouw paardrijdpaard worden volgend jaar, toch? Ja. Je mag hem ook overkopen misschien. Als hij lief is niet. Nee, maar in principe zijn we bij Stan gekomen omdat Yellow een maatje nodig had. Ja, dus toch? Misschien moeten we even beginnen bij hoe we aan Yellow zijn gekomen. Ja, laten we beginnen met Yellow. Ik was dus eigenlijk helemaal niet op zoek naar een nieuw paard. Maar zo begint ongeveer elk verhaal bij mij met de aanschaf van een paard. Ik denk bij heel veel mensen ook wel. Nee, ik was bij een klant de paardengebitten behandelen. Samen, kun je zien samen, in deze video. Check de link in het i'tje. Dat was onze eerste ontmoeting met Yellow. Ja. En Sanne was die dag mee mijn assistentje spelen. Nou ja, goed, toen hadden we dus Yellow, die was dus ook een van de patiënten. En die was toen 2 jaar oud. En ik vond haar echt heel erg lief op dat moment. Ja, ze was vergeleken met de andere paarden ook gewoon zo rustig. Ja. En ze was gewoon heel nieuwsgierig naar wat je ging doen en zo. Haar karakter sprak mij echt gelijk aan en haar blik ook. Ze was echt hele lieve uitkijken heeft. En ze was echt gelijk inderdaad dat ik dacht, deze is zo leuk. Maar ook gewoon heel knap. Ja, heel knap. Ja. Vind ik ook. En ze is echt zo'n sportmodelletje. Dus niet zo'n knol, halfvinger, nee, knol. Ze is ook leuk, maar niet sinds lomp, maar niet, niet echt lomp. Beetje hoort wel bij het ras natuurlijk. Ja, maar precies. En ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik nooit gedacht had dat ik de persoon zou zijn die een halfvinger zou kopen. Want ik ben altijd gewoon van de KWPN'ers of de af en af van de warmbloeden geweest. Ja. De grotere warmbloeden. Nee, goed, we kwamen dus Yellow tegen en we gingen daar nog even een kopje koffie drinken bij die mensen. En toen hadden we het erover dat zij een nieuw plekje zochten voor Yellow. En of ik dan misschien iemand kende, omdat ik op veel verschillende stallen kom. En toen zei ik tegen haar van, nou, ik zal dus even over nadenken of ik iemand weet. Kom erop terug. En toen zaten we op de terugweg in de auto en toen zei ik, maar ik wil deze eigenlijk wel. Want stel nou dat het gewoon echt zo'n lieve goedzak is, waar je gewoon lekker mee op buitenrit kan. Of gewoon lekker een keertje mee kan crossje kan doen, dat hij ook zo sportief is. Ja, en hij is natuurlijk nog super jong. Dus. Ja, ook dat. En we hebben natuurlijk 2 rijpaarden. Maar ik weet dat Roos niet eeuwig gaat lopen. Die is nu 16 of 17 jaar oud. Op zich niet een hele hoge leeftijd of zo. Nee, maar ze is maar wel voor de dingen die Roos mankeert en zo. En Roos heeft natuurlijk al zeker 5 jaar een auto-immuunziekte en ze heeft Cushing. Dus het is een zorgproject en ik kan Roos niet meer volop gebruiken. Die rij ik gewoon hobbymatig en wat we eruit halen, halen we eruit. Je hebt ook al gewoon een paar keer bijna afscheid moeten nemen van Ja, zeker 3 of 4 keer dat we eigenlijk het besluit hadden genomen om haar in te laten slapen. En dat toch op het laatste moment de medicatie nog aansloeg en dat ze toch nog net er doorheen kwam. Ja, dat geluk blijf je niet keer op keer houden, denk ik. Dus het kan heel goed zijn dat het een keertje misgaat met haar. Maar dit is niet Roos de storytime, nee, dus we gaan even later terug naar Yellow. Maar dat is wel de reden waarom Ik dacht, nou, Roos doet het nu nog wel even. Maar misschien is het fijn als ik dan niet, als Roos er niet meer is, op zoek moet naar een nieuw paard. Maar dat ik eentje heb waar ik me al me goed bij voel. Ja. En ik ben dus, sinds ik mijn rug heb gebroken, rij ik gewoon niet hele wilde paarden meer. Ze moeten gewoon een beetje rustig en lief karakter hebben. Nou, daar voldeed Yellow echt volledig aan. En toen zei ik al, maar ik wil geen paard zadelmak gaan maken. Maar toen ik wil het over wel. De
iemand zich op. En toen zei ik, oké, dan gaan we een bad doen. Ja, we kunnen dat gewoon samen, toch? Als ik erop ga zitten. Ja, we kunnen dat zeker samen. En we zijn natuurlijk ook met z'n tweeën vaak. Dus het is ook leuk als je gewoon twee paarden hebt waar je eventueel ook mee kunt sporten. En niet alleen rustig aan moet doen altijd. Maar dat je gewoon echt een beetje wat kunt gaan doen. Dus dat was eigenlijk het plan. Dus dat we nu Yellow langzaamaan zadelmak gaan maken. En dan richting het pensioen van Roos een keer gaan werken. En dat Yellow haar opvolger gaat worden. Dat is natuurlijk heel mooi uitgedacht. Ja, of het echt zo gaat weten we allemaal niet. Dat weet je nooit van tevoren. Dus we hebben ons daar wel gewoon op ingesteld. Dat weten we. Ja. En we weten ook dat jonge paarden zeker niet altijd even lief zijn. Maar haar karakter is goed. En stel je nou voor, ze blijkt bij het zadelmak maken echt helemaal draaienstom te vinden. Of helemaal niet mijn match te zijn. Dan weet ik niet zeker of ik haar ga houden. Want dat is wel de intentie waarvoor ik haar gekocht heb. Ja, maar stel dat Bas ook weer gaat paardrijden. Dan kun je gewoon een keer dan kunnen we met z'n drieën. We hebben allemaal een paard. Dat was het idee. Ja, en we hebben dus wel even overlegd ook thuis met Bas. En Bas vond het ook een superleuk paard. Die was er ook gelijk weg van. Dus toen hebben we een bottenpaar gedaan. En eigenlijk een week later of zo hebben we haar opgehaald. Ja, volgens mij zoiets. Want ze hadden nog een ander paard. En die zou dan alleen komen te staan. Dus ze moesten nog wachten. Ze zouden een Shetlandertje erbij gaan zetten. Ja. Dus toen hebben we Yellow opgehaald. Maar toen moesten we natuurlijk gezelschap hebben Jullie voor Yellow. Jullie kunnen trouwens in de video, die link die komt nu in het i'tje, zien dat we ze gingen ophalen eigenlijk. Ja, want we hebben ze allebei op dezelfde dag opgehaald. Dus hadden we super goed gepland. Zodat ze er niet alleen zouden staan. Ja. En nou ja, goed, in die week hadden wij dus tijd om gezelschap voor Yellow te gaan zoeken. En we hebben toen een oproepje geplaatst op internet van, wij hebben niet een groot budget of het hoeft niet. We willen niet dat het de wereld gaat kosten, maar wij kunnen een goed plekje bieden aan een kleine pony. Ja, we hadden zoveel reacties binnengekregen. Ponies die gratis mochten, ponies die voor een klein bedrag weg mochten. Ja. En het is helemaal niet dat wij gratis ponies zochten, maar het is niet dat we nog 1000 euro gingen uitgeven aan een gezelschapspony. Nee, maar mensen die, ik denk ook dat dat voor een groot deel wel komt door YouTube, dat ze gewoon wisten dat ik goed terecht zou komen. Ja, dat ze wisten waar die zou komen staan. Ja. We hebben echt massaal inzendingen gekregen van ponies die als gezelschap zouden kunnen dienen. Van jonkies tot oudjes, van elk formaat hebben we wat aangeboden gekregen. Ja. Maar we wilden ook niet de hele wereld ervoor afreizen. Nee, want we hadden ook twee ponietjes uit België. Die moesten met spoed weg, volgens mij. Ja, die mochten we gratis ophalen toen. Maar dan moesten we, het was gewoon echt onderaan in België, volgens mij. Dus dan ben je gewoon... We waren 2 dagen onderweg en ze waren ook niet helemaal gezond. En niet gezond. En dan moet je daarmee in een trailer, of dan hadden we een vrachtwagen moeten huren. Nou, daarvoor is het dan ook een beetje te veel, zeg maar. Dat geldt ook niet. Stel dat die paarden toch iets ergens mankeren of zo. Dan heb je natuurlijk liever niet dat je een dure operatie gelijk moet. Nee, dat geld investeer ik liever in de paarden die ik al heb staan. Ik wil niet dat het budget verdeeld moet gaan worden omdat we te veel paarden hebben gekocht. Dus het moest gewoon leuk, klein en gezellig zijn. En Stan, die werd toen aangeboden. Ja, ik kreeg van een vrouw die stuurde een foto van Stan. En dat is zo dat hij zo lacht, deze foto stuurde ze. En toen moest ik echt super hard lachen. Toen stuurde ik het naar Iris, volgens mij. En toen dachten we niet gelijk, nou die wordt het. Nou, eigenlijk wel stiekem van binnen. Maar we hebben even verder gekeken. En toen zeiden we tegen elkaar, die eerste is toch wel gewoon het lelijkst. Maar gewoon... Ja, dat was wel het meest sprekend ook. Ja, die had het meeste... die sprong er qua verhaal en qua uiterlijk gewoon het meeste uit. Ja, want zij had Stan gekocht van kinderboerderij. En ik geloof sommigen van jullie kennen Stan zelfs nog. Ja, van... ik weet niet precies waar, maar vaak krijgen we reacties dat mensen Stan hebben bezorgd als veulentje. Toen die op de kinderboerderij stond, toch? Ik kreeg deze foto gestuurd van een van jullie. En super schattig, maar alles is dus echt bekend van hem. Dus dat is wel leuk. Toen stuurde die mevrouw dus een berichtje dat zij heeft 2 grotere paarden had ze. Ja, 2 ruime. En Stan had ze als gezelschap. Toch? Ja, als ze met eentje het bos in zou gaan, dan zou de ander niet alleen thuis blijven staan. Maar dan was er altijd een gezelschapje. Ja, een schaapje. Ja, dat was het idee. Alleen die grotere paarden vonden Stan dus een beetje een irritante etterbak. Wat ik begrijp, want hij is trouwens nu... Hij begint nu wel rustig. Hij is nu heel rustig. Ja, maar misschien begint hij het ook te leren, want Yellow zet hem ook wel op zijn plek. Ja, maar in ieder geval, hij werd dus een beetje, verstoten. Kapot getrapt. Kapot getrapt door die grotere paarden. Ja, hij werd getrapt inderdaad. Toen ging hij onder draad door en toen moest hij alleen in de stalling. Dat hij ging, zocht hij echt een plek dat hij weg kon. Hij had ook een... ze hadden draadjes en eentje hadden ze hoog gedaan. Zodat Stan er nog onderdoor kon, zodat hij kon vluchten. Maar hij stond dus eigenlijk elke keer alleen in zijn stalletje of in het stukje waar hij wel veilig was, zeg maar. Ja. Dus eigenlijk wel heel zielig. En hij was natuurlijk nog super jong, dus zij gaf ook aan van ik wil dit eigenlijk niet voor zo'n veulentje. Want daardoor werd hij ook gewoon echt vervelend. Omdat als zij er dan bij kwamen, ook toen we gingen kijken voor het eerst, ging hij tegen je opstijgen. Hij wilde echt hard bijten. We zijn allebei, dat we de eerste keer gingen kijken,
Ze hebben gewoon allebei in onze vingers gebeten van de knijpen, blaren. Ja, nou stijgerde echt tegen jou op. Ja, je moest hem echt naar beneden zo slaan. Naar beneden slaan. Ja, anders ging hij gewoon echt, door. Echt een terror. Maar dat kwam dus vooral omdat hij gewoon niet kon spelen met soortgenootjes. Dat was ook... Stan die was verder wel gezond. Mm-hmm. En die had echt met spoed een goede plek nodig. En hij woonde hier in de buurt. Dus toen hadden we zoiets van, bieden we liever zo'n eentje een goede plek de Shelpony. Maar ja, toen was dus nog de vraag, gaat het wel matchen met... Yellow. Omdat hij dus bij deze grote paarden ook al... Verstoten werd. Ja, en hij kent sociaal gedrag dus ook niet echt daardoor. Want dat... Ja... Daar kwam het ook door, want hij kende geen manieren, omdat hij dus niet door andere paarden... Ja, hij werd wel op zijn plek gezet, maar... Maar hij werd altijd weggejaagd, dus stond altijd alleen. Hij wist niet hoe het gezellig was met een ander. Nee, niet spelen. Maar nu heeft hij dat wel een beetje geleerd, want Yellow, die af en toe stoeien ze wel... en af en toe lopen ze samen met die bal door de wei. Ja, want eigenlijk is Stan... Schapenpesten. Nee, schapenpesten. Nee, Stan is eigenlijk best wel onderdanig, want altijd als er een nieuw paard bij komt... of als hij op zijn plek gezet wordt, dan zie je hem zo happen ook... met zijn mondje de hele tijd alleen maar. Dus eigenlijk wil hij wel heel graag spelen en zo, maar hij wil niet... Maar hij is ook wel gewoon een kleine klier. Ja. Maar het wordt steeds beter, vind ik. Hij wordt steeds liever. Je voor het grootste gedeelte ook door Yellow, dus inderdaad. Ja. Want in deze video konden jullie dus ook zien dat we ze bij elkaar in gingen zetten. Ja, ging eigenlijk gelijk wel heel goed. Nou ja, en nog even een vraag die heel vaak gesteld wordt. We hebben natuurlijk een video gemaakt. Is Yellow nou drachtig van Stan, ja of nee? Dat weten wij zelf ook nog niet. Want we kunnen Yellow eigenlijk niet heel goed opvoelen hier op stal. Nee. Want ze kent nog niet zoveel en omdat ze zo jong is, kan ze nog wel eens een keer, als je bij de achterbenen komt, kan ze een keer optrekken of toch een beetje uithalen. Ja, buizen of ja, dat kent ze nog niet en dan reageert ze soms nog gewoon een beetje ondoordacht op. Dus eigenlijk is het gewoon te gevaarlijk om haar nu, want we hebben geen opvoelbox, dus ze kan zo overal heen met de kont en als jij dan als haar arm erin hebt zitten dan... Ja, dat is hartstikke gevaarlijk. Ja. En als ik haar weghaal om op een kliniek te laten scannen of in een Marybox te zetten, dan staat Stan hier alleen. En dat vind ik eigenlijk ook niet heel fijn. Plus, ik heb met onze dierenarts overlegd en ze zei ook van, nou ja, weet je, je ziet vanzelf wel signalen als je gewoon nog wat langer wacht. En je komt er zelf wel achter, zowel of niet drachtig is. En anders dan zien we gewoon in het voorjaar wel of een stippenhaslinger. Ja, dat. Zo lief. Maar we houden jullie in elk geval op de hoogte. Als we het zeker weten of als wij zeker weten van niet of van wel, dan laten we het aan jullie weten. Dit was een beetje het verhaal van hoe we bij Stan en Yellow zijn gekomen. Maar we krijgen ook heel vaak de vraag wat we dus nou met ze van plan zijn. Oh ja. Nou, met Yellow hebben we dat een net beetje uitgelegd. We willen uiteindelijk gewoon lekker buitenritjes mee kunnen maken. Gewoon in ieder geval eerst de basis. Lekker sporthafje. Ja. En misschien als ze heel erg leuk is, dan wordt dit gewoon ons showduo. Showduo voor shows. Ja. Maar het is dus allemaal nog niet zeker. Het ligt er helemaal aan. We hebben vet veel opties. Ja. Maar het is in ieder geval ook een leuk proces. Ook voor jullie om te volgen. Dus het is de gok waard, denk ik. Ja. En Stan, daar wordt heel vaak gevraagd of je die van karretje gaat beleren of dat je daar wat mee gaat doen. Nou, Stan is sowieso nu net een jaar, de zomer is hij een jaar geworden. Dus hij moet gewoon, mag hij gewoon nog lekker uitgroeien en nou hoeren en spelen en zo. En verder heb ik ook niet echt een plan of zo, want Stan is er dus echt meer voor gezelschap. Maar als jullie nou vinden dat Megan en Rinke hier moeten komen van La Vitana om Stan of Yellow te helpen met vrijheidsdressuur. Laat het dan zeker even weten in de comments wat dan nodig is uit. Ja, want we hebben zelf geen ervaring met vrijheidsdressuur. En check de link in het i'tje hoe zij Hero en Peanut binnen een kwartier getemd hadden. Ja, dat was echt niet normaal. Maar goed, dat is allemaal in die video. Maar lijkt het jullie leuk om dat ook met Stan en Yellow te gaan doen? Of juist wel weer met Hero en Peanut? Laat het weten onder in de comments. Ja. En volgens mij was dit een beetje de storytime, toch? Ja. Als jullie nog meer vragen hebben hierover of dingen die we vergeten zijn te beantwoorden, laat het dan even weten. Stel ze in de comments, dan geven we daar antwoord op. Of als we dan heel veel vragen krijgen over een onderwerp, kunnen we daar wel even toelichting op geven in een video. Ja. Maar voor nu was dit de storytime, want we hebben natuurlijk nog niet zoveel meegemaakt met ze. Verhuizingen. Ze staan nu hier, maar in de zomer gaan ze gewoon weer lekker naar huis. Oh, dat is wel een vraag die nog heel vaak gesteld wordt. Waarom deze paarden niet bij de andere paarden staan? Nou, jij hebt alle stallen vol. Ja, de stallen staan vol thuis inderdaad. Plus deze twee zijn heel jong. We kunnen gewoon nog lekker op een stuk gras. Ja, die staan dus dag en nacht buiten met een grote inloopstal nu. Ja. Dus ze kunnen wel droog staan, maar het is gewoon fijn. Ze kunnen lekker paard zijn, ze kunnen lekker uitgroeien en een ding doen. En wij leren ze ondertussen langzaamaan een klein beetje dat ze aan dingetjes wennen. En wanneer we met Yellow bezig gaan, volgend jaar in het voorjaar willen we dus bezig met Yellow. Kijken hoe ze dingen oppakt. Ja. En dan kijken of ze er klaar voor is überhaupt. En misschien dat Yellow wel bij ons thuis komt staan. Als we echt met haar aan de slag gaan, zodat we een bak in de buurt hebben. Dus maar eigenlijk is nog niet helemaal zeker of we dat gaan doen. Even bedenken nog wat handig is, maar we hebben in ieder geval tot die tijd thuis is. En het is natuurlijk gewoon de vraag hoe het loopt. Dus
Als je wil weten wat onze toekomstplannen zijn, wat onze toekomstplannen zijn met deze ponies, blijf ons dan vooral in de gaten houden, want we hebben heel veel leuke plannen voor de komende maanden. Ja, jaren. Zeker. Jaren. Maanden, ja. Jaren. We kunnen dus, nooit meer zonder elkaar. Nee! Dus wil je nou echt weten hoe het allemaal gaat lopen, blijf ons dan echt in de gaten houden. En, dat kun je dus doen door je te abonneren. Ja, en druk dan ook op het belletje, want dan krijg je gelijk een melding als er een video online komt. Yes. En laat het nou toevallig deze maand elke dag zijn. Ja. Dus bij deze. En dan zien we jullie morgen weer. Doei!